Jalila Essaidi wordt gezien als een van de meest vernieuwende denkers van deze tijd ter wereld. Met haar uitvindingen probeert ze de grote problemen in de wereld op te lossen. En ik heb jou een beetje bestudeerd. Ik vind het iets ongelooflijks wat je allemaal bereikt hebt tot nu toe. Zullen we eens beginnen bij het begin? Dat je gewoon een tattoo shop had? Ja, ik was enorm gefascineerd door huid. En op die manier kun je ook een creatieve uitlaatklep hebben. En huid is een heel bijzonder materiaal. Hè. Het is ons grootste orgaan. Hè. Het is eigenlijk onze bescherming tussen de binnenwereld en de buitenwereld. Dus ja, prachtig materiaal wat we met ons meedragen om mee te werken. En zette jij die tattoos? Ja. Ja? En wat en allemaal van die infinity dingen? En, ja, en soms ook eigen ontwerpen. Dat was natuurlijk het allerleukste. Dat je vrij kon gaan in je creativiteit. En vanuit daar dan ook verder gerold in dingen als kogelweer in de huid. Heb jij een tattoo eigenlijk? Nee. Inderdaad, nee. Okay. Nou, oh, jawel, ik heb zo'n heel groot gewei met zo'n pijl naar beneden. Nee, je weet het bij jou nooit. Nee. Maar je gaat nu een hele grote stap maken. Ja. Maar waarom ben je ermee opgehouden met die tattoo? Het begon me te vervelen. En ik ben zo iemand die constant nieuwe dingen wil leren. Dus toen ben ik naar de kunstacademie gegaan. Om dat creatieve verder uit te bouwen. Verder verdiept in biotechnologie, de biologie, de natuur. Dan ben je er even bij gaan studeren. Ja. En dan is het echt een hele grote stap nog naar een eigen laboratorium. Ja, dat was 4 jaar kunstacademie. En toen de master kunsteducatie. Toen het idee om een kogelweer in de huid te ontwikkelen. Hoe kwam je op het idee? Ik vind wetenschappelijke artikelen lezen heel interessant. En kwam de genetisch gemodificeerde geiten. Dus geiten die het gen van dit spinnetje in zich dragen. De golden orb beaver. Dus een dood exemplaar. Dankjewel. dat draad dat is heel bijzonder. Want het heeft bijzondere eigenschappen. Hè, zoals bioafbreekbaar, biocompatible met menselijk lichaam. 10 keer sterker dan staal, een betere warmtegeleider dan koper. 10 keer sterker dan staal. Ongelooflijk. Ja. In de natuur. Als je het over sterker dan staal, dan gaat het dus over een combinatie van materiaaleigenschappen. Het is enorm flexibel, maar heeft ook een hoge breekpunt. En door inzet van die genetisch gemodificeerde geiten kun je dus gebruik maken van bestaande industrieën. Want die spinnen zijn vrij cannibalistisch en territoriaal. Mm-hmm. Dat vond ik ontzettend interessant. En een van de theoretische toepassingen was voor in kogelwerende vesten. Wacht even, want dus jij had dat artikel gelezen over die genetisch gemodificeerde geiten. Met die beesten erin. En toen dacht je, oké, dat als je dat nou met die huid samenvoegt, dat web. Dat dacht je toen? Nou, ik dacht van, ja, het is weer een nieuwe ontwikkeling in de biotech. Er werd vanuit de samenleving best heftig op gereageerd. Hè. Die spider-go, angstige beeld. Een zoogdier en een spin combineren, kan dat wel? En hebben wij dat nodig? En zeker in toepassing met kogelwerende vesten. In hoeverre willen we gaan om ons werkelijk veilig te voelen? Waar zit daar de balans in? Precies, we hebben een simulatie daarvan. Dat we zien hoe dan die kogel op die huid afgaat. Ja. Kan je uitleggen wat hier gebeurt? Bij het Nederlands Forensisch Instituut hebben we stukjes kogelwerende huid. Dus menselijke huid die vergroeid is met die spinnenzijde, afkomstig van genetisch gemodificeerde geiten, vastgezet op ballistische gel. Ballistische gel is om menselijke spiermassa na te bootsen. Mm-hmm. En daar is vervolgens met .22 long rifle kaliber kogels op geschoten. En de kogels op halve snelheid met 4 laagjes synthetische spinnenzijde werden als het ware opgevangen. Ze penetreerden de huid niet. Dus ze komen niet in je hart, bij wijze van spreken. Ze blijven dan gewoon hangen als in een zakje. Ja, het betekent niet dat je kogelwerend bent. Want de impact van een kogel is natuurlijk veel meer dan de penetratie van de huid. Maar door dit werk te ontwikkelen, kom je dan in de serendipiteit erachter dat hij zoveel bijzondere eigenschappen heeft. Mm-hmm. Dat je bijvoorbeeld ook huiden kunt gaan creëren voor medische toepassingen. Juist, want ik kan me voorstellen, dus los van die serendipiteit, dat je daar heel wat telefoontjes krijgt van mensen uit het leger die zeggen van, hey, dat wil ik wel hebben. Ja, ook buiten het leger. We hadden op een gegeven moment heel veel vrijwilligers die zo'n huidtransplantatie wilden, omdat ze zich onveilig voelden in deze wereld. Maar dat is het stuk wat ik zelf dan niet zo interessant vond. De toepassing voor straks bij mensen. Heb je het wel gedaan? Want je zou het voor veel geld kunnen verkopen.
Ik heb het geoctrooieerd en we zijn nog met medische research bezig. Dus hopelijk over 8 jaar dat mensen het dadelijk kunnen toepassen bij brandwonden en doorlichtplekken.